En overdag uit een vriesje met vriesen door de zeedijk. De kratten met levende paarden nemen dan naar ons. Pak hem maar één, riep hij dan plagend. En dat durf ik natuurlijk niet. Je hebt van mij een sterke vrouw gemaakt. Dankjewel, lieve Freek. Was goed op jezelf, Freek. Zoals je ook altijd tegen mij zei. Was goed op jezelf, meid. In 1970 kwam ik terecht als agent aan het oude bureau Warmoestraat. Midden in de hippietijd, vreemde vogels genoeg, dus in die tijd viel Freek helemaal niet op. En Freek die behoorde al snel tot de kring van mensen in de buurt die mijn telefoonnummer thuis hadden. En dat was dan Ben en Rietien van Koffiehuis en Bloek, en dat was Truus van de Valenie, en dan Trui van de Zeedijk. En nog een aantal mensen, die hadden mij nummer thuis. En als er in de buurt iets gebeurde waarvan zij dachten, dat moet Joep weten, dan werd ik thuis gebeld. En mobieltjes hadden we toen nog niet op. In de historische lagen van de tijd treffen we bijzondere mensen aan die ook in de Sint-Jansstraat wonen, waaronder de schilder Pieter Lasman, die er zijn atelier had. Twee vrienden uit Leiden melden zich bij hem aan als leerling, want in Amsterdam moest je lezen. Dat waren Rembrandt en Jan Lievens. De moeder van Lasman heette Barbara. Zij was uitruister en betekende dat zij onder andere de spullen moest uitzoeken van een overleden en eventueel verbonden. Eind jaren 70 leerde ik Freek kennen toen hij een uitrakerij had in de Sint-Jansstraat. Freek bemoeide zich met alles en iedereen en vormde zo een schakel tussen de zo onderling verbeterde verschillende buurtbewoners. S'morgens vroeg zat hij op alle fietsen, de kaartjes, de spits en de lector die aan veel plekken in de bus ligt. En wanneer dat er nou niet gebeurde, was men bezorgd en werd gebeld of er wat aan de hand was. Soms sprak Freek over zijn jeugd. Hij had een keer verdriet gehad. En hij vond troost in het geloof. Hele prekingen hij uit zijn hoofd. Al ouderzijds 100 was hij daar bij de familie Boyten. En de gemeenschap daar heeft hem altijd ondersteund. Tot op de dag van vandaag. Naar zijn losman nog een steentje bij. Hij had de postentijd nog op. Belangrijke persoon in zijn leven waren natuurlijk een en vooral onze vroegere werd Joep de Groot. Goed wist hij hoe hij het moest omgaan, want de kracht was niet altijd even makkelijk. En de huidige wijken hebben in één huis en in zijn geval de laatste scheiding gespannen. En ook over van de kleine, zoals de chocolade, Sinterklaas, had het Freek nog nooit gedacht voor een politieman, want met de politie had hij niet veel op. En nu Freek maak je deel uit van de